4 paar schoenen besteld bij Zalando. Echt iets voor mij. Ik vind het zo leuk. Ik zou het wel prettig vinden als je een helm op doet. Nee, jij niet? Ik wel. We gaan dit eten van de Hanos. Verse mint. Hallo, ik heb helemaal niks gevlogd vandaag. En het is al 7:15, ik ben super moe. Ik ben even bezig met heel veel dingen op Instagram en bla 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 gedoe. Maar daar ga ik nu mee stoppen. Ik was ook nog gaan werken, ik was dus vrij vandaag. Maar ik heb ook nog even een nieuwsbrief gebruikt. Ik moet CITO opbrengsten doen. En van die beoordeler moet ik nog mijn reflecties sturen. De weektaak, ik ben best wel veel aan het werk. Maar ik ben zo moe. Ik snap niet waarom, ik slaap een beetje slecht. Maar ik denk dat ik vandaag heel lekker geslapen. Ja, dus heel weinig gevlogd. Gisteren vind ik zo leuk die beelden dat ik dat liedje in de auto aan het zingen ben. Heel leuk. Ik ga lekker chillen. Morgen ga ik naar mijn ouders. Mijn broertje is er dan ook. Super gezellig. Ik zou eigenlijk bij mijn nichtje afspreken, maar het gaat niet door. En de zondag en maandag heb ik dus nog geen plannen. Dan dinsdag studiedag. Woensdag, donderdag werk en vrijdag alweer vrij. Wat een leven. Ik heb echt nu alweer zin om te werken. Ik vind het zo. Ik weet niet, sinds we weer naar school gaan na thuiswerken vind ik lesgeven dus nog leuker. Omdat ik het denk ik gewoon heel leuk vind dat je kinderen nog meer op een rustige manier iets kunt leren. Nu omdat de klassen gewoon kleiner zijn, je hebt meer aandacht voor de kids. En ik merk dat ik een soort van meer voldaan gevoel heb aan het eind van de dag. Omdat ik, ja, je kunt gewoon meer kids individueel helpen. Dat is een feit. En dat vind ik zo fijn. Dus ik profiteer ook echt nog even van die laatste dagen kleinere klassen. Ik ben benieuwd hoe het gaat zijn als we weer volle klas hebben. Ben jij ook leerkracht? Let me know wat jij ervan vindt. Ja, ik heb echt wel wat geleerd van deze thuiswerktijd. Ik ben een soort van rustiger, ook in mijn uitleg of zo. En ik heb het in ieder geval zo naar mijn zin als leerkracht. Ik vind het zo leuk. Dus ik kan al nu alweer verheugd om weer te gaan werken. Raar, hè? Maar ik ben wel moe, dus ik ga lekker chillen. Ik had trouwens de film. Arctic gekeken. Best wel een goede film. Het is dezelfde acteur als in Hannibal. Wist ik niet. Als je die gezien hebt. Het is niet, toen ik keek dacht ik van, eerst dacht ik, waar kijk ik eigenlijk naar? Eigenlijk kijk je heel lang naar een best wel kort verhaal. Maar het blijft echt in je hoofd hangen. Het is een heel goed verhaal. Nou. Ciao. Deze trui ben ik zo blij mee, maar ik weet niet meer waar die van is. Nou jongens. Trouwens, 4 paar schoenen besteld bij Zalando. Een week geleden of zo. Die zijn nu binnen. Ik ben heel erg benieuwd, want ik wilde heel graag een paar nieuwe sneakers. Maar steeds als ik iets bestel, stuur ik het terug, omdat ik het net niet leuk vind. Oh, dit zijn zwaar. Dit zijn de eerste. Echt heel tof. Zijn veters zijn ook echt super grappig. Dit is heel stoer. Ik ook even kijken hoe ze lopen, maar we gaan eerst even puur kijken naar hoe ze staan. Zo, ik heb een trui aan. Geen broek. Deze vind ik heel erg leuk. Vind ik ook echt iets voor mij. Als ik dus heb besloten welke ik het leukst vind, ga ik even kijken hoe ze zitten en zo. Ze zitten wel heel stevig, maar vrij wijd. Maar ik heb ze in 2 maten. Ik moet even kijken welke maat dit is. Ik vind dit wel echt helemaal Charlotte, maar het is nog een beetje lomp. Maar die Bronx schoenen hebben dat ook en dat went op zich wel. Ik vind ze wel echt heel origineel. Ik vind het ook leuk dat ze van Tommy zijn. Even wat anders. Dit is maat. Oh, dit is wel 41. Dus. Ja, ik weet niet of ze. Zijn die echt te groot? Misschien moet ik ze wat strakker doen. Ik ga even kijken. Maar zo zien ze er in ieder geval uit. Echt heel erg leuk, vind ik ze. En deze. Oh my god, ik vind het echt geweldig. De schoenen die ik heb besteld. Dit is niks voor mij. Maar deze zag ik dus bij mijn nichtje laatst. Ik vond ze zo stoer dat ik gewoon heel benieuwd was hoe het bij mij zou staan. En ook heel leuk. Deze. Alleen deze voelen wat goedkoper of zo. Nou, ik ga ze passen. Ik ben echt heel benieuwd. Die kleuren. Leuk. Deze zitten dus veel lekkerder. Ja, ik weet niet wat ik nou van deze vind. Wauw, deze sluiten zoveel beter aan. Maar ik vind sowieso Nike zit wel echt heel lekker. Deze sluiten zoveel beter op mijn voet aan. En hoe het zit vind ik ook wel heel belangrijk. Deze vind ik ook zeker leuk. Zeker. Maar ze zijn wat heftiger. Ergens vind ik ze best een soort van lelijk, als je snapt wat ik bedoel. Zo van echt van, what? Maar daardoor zijn ze heel vet of zo. Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik bedoel. Dit is super tof. Die zool hieronder. Ik vind ze echt heel tof. Dat oranje maakt het heel gek. En dat echt wit maakt het ook heel raar. Maar wel weer tof schoentje hoor.
Wat leuk. Maakt mijn voet ook heel compact. Oh, ik vind het echt heel leuk. Ja. Oh, dit wordt lastig. Ook geweldig. Deze heeft ook deze kleur roze hier. Ook heel erg leuk. Jeetje, ik heb echt leuk. Ik heb ook heel lang over gedaan om sneakers uit te zoeken. Ik wilde er weer niet te veel bestellen. Oh, deze is wat lomper, maar hier zit mijn voet ook heel lekker in. Nike is gewoon een heel chill merk. Ook geweldig. Zo leuk. Oh jongens, schoenen passen. Wie heeft ooit mijn schoenen shoplog gezien? Echt, ik wil dat echt ooit weer een keer doen, maar het is zoveel werk ook dat je zoveel schoenen besteld, zeg maar. Voor de mensen die het inpakken. Oké, okay, let even niet op het lelijke sokje. Ik ben zo benieuwd wat jullie vinden. Laat het me echt even weten. Dit is dus schoen 3. Ik ga het zo terugkijken. Ik tot nu toe denk ik echt, oh, ik wil ze echt allemaal. Ik vind ze zo leuk. Maar dat gaan we niet doen. Daarvoor lijken ze ook te veel op elkaar. Dat wordt natuurlijk veel te duur. Heel leuk. Echt heel, heel bolly. Heel leuk. En grappig wat ik al zei, dit zijn niet mijn kleuren. Dit is totaal niet wat ik mooi vind. Maar iets in me vindt ze zo stoer. Ze staan ook leuk, vind ik. Ze zitten ook weer heel lekker. Volgens mij zitten die wel echt het minst, hoor. Ze zijn geweldig. Maar ik moet even kijken als ik ze wat strakker doe. Waarom vind ik dit zo leuk? Dit is toch echt, als ik dit tegenop acht had, had ik echt gedacht, gadverman, wat een lelijke gymschoen heb je me gegeven. En nu denk ik vind dit echt geweldig. Hoe kan dat? Wat vinden jullie hiervan? Zo benieuwd, waarom vind ik dit zo tof? Mijn nichtje had het aan met een hele vette soort wijde mom jean. Ik vind het zo cool. Ik vind het zo leuk. Ik ben helemaal verliefd. Ik vind schoenen sowieso echt geweldig. Ik draag echt bijna altijd maar dezelfde schoenen. Dus ik mag van mezelf ook echt wel een nieuw paar. Maar lastig, lastig. Zo lastig, jongens. Ik ga heel goed nadenken. Maar die Nike's zitten ook echt fantastisch. Hé, hey, dit was ik dus vergeten. Deze zijn normaal 110. En daar heb ik dus 70 voor betaald. 70,95. Deze heb ik 66 voor betaald. Normaal ook 110. Dat is wel heel leuk. Ik dacht even dat het geen aanbiedingen waren. Maar ik heb dus wel bij aanbiedingen gezocht. Deze, normaal 95, heb ik 76 voor besteld. Dat zijn ze nu ook. En deze zijn wel heel duur ook. Normaal 130 en 116. Good morning. Even gehaast. Broodje maken. Lekker. Kan niet kiezen. Deze denk ik dat ik sowieso hou, eigenlijk. Dit zijn trouwens dezelfde als die. Maar dat zie je helemaal niet. Het valt helemaal niet op. Het zijn dezelfde. Toch? Ja. Dit is hier dus fel en daar zit wit. Ja, het ziet er heel anders uit, maar het is wel echt dezelfde schoen. Ik ga naar mijn ouders, maar ik ga ook even naar mijn oma. Dat heb ik aan. Super chill, het is super warm. En ik ga dus op de scooter. Voor het eerst nu. Nou ja, ik heb er laatst eens één keer op gereden. Ik dacht, waarom ook niet? Waarschijnlijk is het minder dan een uur rijden. Ik ben heel benieuwd. Deze schoenen hou ik dus sowieso. Ik vind ze echt heel tof. En ik heb nog even geen make-up op. Ik ga nu. Het was nog geen uurje scooteren naar Lara. Echt heerlijk. Het is zo heet en op de scooter voel je er helemaal niks van. Ik heb lekker koffie mee. Oma heeft mijn carrot cake gegeven. Ik wil jullie even mijn scooter laten zien. Kom je er wel uit met dat ding? Ja hoor. Doe je voorzichtig? Zeker. Doe je de groeten aan je ouders? Dat ook. Where is my sleutel? Binnen de oplader. Nee, die heb ik al. Nee, dat zet ik er niet in. Het is super grappig. Dat je daar recht voor ging staan. Hier, wil jij mij eens filmen? Omdat ik op mijn scooter stap. Dat is leuk. Kan je dat? Met je handen? Niet vallen, hè? Nee, ik laat hij filmt niet vallen. Al. Je hebt alleen maar te kijken. Dat jij hier moeilijk loopt te draaien, dat gaat je nooit lukken. Jawel, ik ga gewoon naar achter rijden. Kom maar dichterbij. Nee, niet zo de camera houden. Het is een film. Leuke scooter, hè? Schitterend. Ik vind hem heel stoer. Maar ik zou het wel prettig vinden als je een helm op doet. Ja, dat was het. Want ik ga nu wegrijden. Ga je naar voren? Doeg. Doeg. Oké, let's go. Ik heb nu, mijn broertje zei, die was er ook. Die komt ook zo bij mijn ouders. Die zei dat ik even Google Maps app moet downloaden in plaats van de kaarten app. Want de kaarten app die verandert dus automatisch naar autoroute. Omdat ik dus te snel ga voor een wandelaar. En nu heb ik dus een fiets ding. En dan kan ik hem ook gewoon hier in een tasje doen. En dan zegt hij wat ik moet doen. Dus dat is veel chiller. Even kijken.
Oké. Okay. Let's go. Doei. Maar je kan ook deze nemen, langs de snelweg. Zie je? Die is korter. Als je dit doet en dan in je oor. Is dit niet via Iwer? Nee, dit is echt langs de A1, kijk. Huh? Rij langs de A1. Dat wil ik. Ja. Aan het einde had ik dat wel. Ja. En dan rij je door Naarden. Ja, en dan weer. En dan weer langs de A1. Ja, dat wil ik. Ja, dat moet je doen. Wat doe je dan? Nou, als je Muiden ziet. Dan moet ik er niet meer zijn. Ja, dat kan niet anders. Je dat vervuilt wel een beetje. 23 kilometer. Doei! 24! Nou, oké. Dan moet ik wel weer 54 minuten. Dankjewel, die komt heel... Huis. 10:50. Geen seconde zon gezien. En dus wel een sjaal en dingen, maar mijn hele benen hebben helemaal kippenvel. Zien jullie het? Geen zon, heel veel wind. Gelukkig had ik een sjaal om en een jasje. En ik heb er 1 uur en 10 minuten over gedaan, maar ik moest nog tanken. Moest niet, maar dat gaf de scooter aan, dus ik deed het maar even. Dus ik zou het in 1 uur kunnen scooteren, maar dan moet je echt overdag komen en overdag gaan, want dit was echt koud. Super koud. Lekker fietsen met mijn frère. Lekker leven. Ja? Lekker leven op het balkon van Olivier. Zullen we stoelen? Wow, het is wel heel heet. Ja. Oeh. Ik heb lekker een koude koffie met een heel mini scheutje melk. Omdat ik dus... Ik heb wel een lactosepil bij me, maar ik wil dat niet nemen hiervoor. En dan een beetje van die vanillesiroop. 2 lungo's met heel veel ijs. Super chill. Dit is jouw lekker. We gaan dit eten van de Hanos. Hoe heet dat? Hanos? Groothandel. 33? Keer? Ja, dat is een grote wow. Denk je dat het lekker is? Lijkt me niet zo lekker. Ik vind alles wat nep guacamole is nooit zo heel lekker. Hé, hey, je hebt een heel cool rietje van glas. Waarom heb ik die niet gekregen? Oh, die heeft allemaal hele coole dingen. Hij heeft ook een heater met een box erin. Olivier wil deze chips graag aan jullie laten zien. Dit is de Mr. Free Tortilla Chip Chia Seed Multi Seed Crunch. Ja. Oh, ja, een lekker crunchy. Je wil de naturel chips, toch? Ja, lekker. Deze man heeft allemaal hele leuke dingen altijd. Ziek gefrituurd. Je bent helemaal niet zo van salsa, toch? Salsa, lekker. Ja, dat moet ik zelf maken. Nee. Kan wel, maar dat moet ik wel maken. Ik ben nooit bij mijn broer. Dat zie ik niet zeker in te dagen. Ik vind het niet lekker, ik vind het te gefrituurd. Als je bij een Mexicaan gaat eten, krijg je ook soep. Hele goede chips. Hallo, vuilnisbaan. Even van bovenaf zitten, hè? Ja. We zijn stuurd. Je
hoort ze, nou ja, ze mogen in de oven, maar je hoort ze eigenlijk frituren. Dat ze lekker helemaal vet worden. Dus dan zien ze er ook mooi uit. Nee, maar verzorg ik altijd het voedsel. Auw. Ja, dan pak je toch nu vast. Leg je het aan, gaf van mij. Nee, voor je gezond. Is nu niet meer te heet. Gewoon voorzichtig. Ik heb wel weer redelijk vuurvaste handen. Ik ook wel. En dit is wel heel heet wat je doet. Vind je het lekker? Als je afkoelt, wordt je misschien knapperiger. Vind je het knapper of zo? Het smaakt naar... Mexicaans gerecht. Koriander, anijs. Oh ja. Ik zou het niet kopen. Het maakt een beetje naar een boterham. Met koriander. Oh! Kikkererwten proef ik. 100%. Dit is gewoon... Het smaakt naar een falafel. Ja. Daar smaakt het naar. Ja, ja. Ik zocht het worst. Ja. Broodje falafel. Ik zie geen guacamole. Ik denk dat er kikkererwten in zit, als ik het zo zie. Ja, nu ben je al te laat. Maar wat heb je er allemaal in gedaan? Limoensap. Ja, dus verse limoensap. Verse munt, aangestampt. Oh ja. En hij maakt mojito's. Dit, muntsiroop, dat wist ik niet eens. Ja, dat is gewoon... Oh. Ja, suikersiroop. Dat is toch hetzelfde merk als die, ja. Ja. Suikersiroop met muntsmaak dus. Als ik een mojito maak, hoe deed ik het dan ook weer? Weet ik niet meer. In Frankrijk met rup deed ik dat wel eens, maar niet zo hoor. Het ruikt heel lekker. Huiswater moet erin. Grappig. Geen frisdrank. Wat? Zeg maar. Nee. Oh? Hoor. Dus het is bruiswater met Bacardi. En door de siroop wordt het zoet. Ja. Dus dit doe je erbij en dan is hij klaar. Toch? En ijs. Grappig zo. Dat wist ik echt niet. Wow. Is het lekker uit? Hey, een glazen rietje. Wow, ziek lekker. Heel lekker. Hier betaal je normaal gewoon een tientje voor. Ja, meer. Zo, dit is echt heel erg lekker, zeg. Bizar. Perfect. Er mag zelfs nog een klein beetje meer bruiswater mee bij. Qua hoe geconcentreerd die is qua smaak. Het is wel heel lekker. Ja. Grappig, hij is heel sterk qua limoen, maar door de siroop is hij dus niet te zuur. Van SodaStream. Hij heeft nu een pina colada en dat is puur siroop van SodaStream. Met pina colada smaak. En bruiswater er dus bij. Ik kan me niet voorstellen dat het dan lekker is, want normaal moet er ananas, kokosmelk en zo. Oh, huh? Dit is heel bizar. Het smaakt precies hetzelfde. Maar het is niet romig, maar... Toch? Als het leuk is. Wat raar? Wat ook leuk is. Het heel. Ja, want er zit geen echte room in, maar toch. Als ik nu mijn ogen dicht doe, proef ik kokosmelk. Maar het is ook niet eens helemaal suiker. Het is half suiker. Er zitten maar 12 calorieën in en 100 milliliter. Maar ik proef zoetstof ook. Ja, zit. Als je er hier te veel van drinkt, dan proef je dat het geen echt is. Maar voor een kleintje is het wel leuk. Maar je proeft wel. Ja, het is geen 500 calorieën. Ja, grappig. Wel goede namaak, maar zit er niet echt room in. Maar als je hier nu kokosmelk door zou doen, zou het dan nog lekkerder worden? Ja, het wordt romig. Ja, maar het smaakt al romig. Dat is het rare. Nou, als je zeg maar niet gevoelig bent voor zoetstof, als je dat niet proeft, dan is deze heel chill. Maar ik proef heel snel of er erg zoetstof in zit. Ik word goed bediend hier. Jeetje, wat lekker. Ik had trouwens dit water gekocht bij Tankstation. Dit is zo lekker. Niet normaal. Kennen jullie dit nog van school? We zitten nu zo lekker te chillen. Het is nu niet meer zo heet. Very heerlijk. Super laat thuis, helemaal verwijt. Ik heb nog boodschappen kunnen doen. Heel chill. Op de fiets heb ik frambozen gegeten. En 3 broodjes met makreel die ik bij de Albert Heijn had gekocht. Heel lekker. Ik heb weer bloemen voor 2,60 of zo.
voor in die vaas. En ik heb, het was 35 euro, ik heb heel weinig gekocht, maar best wel dure dingen. Want aardbeien, frambozen, twee maaltijdsalades, avocado's en een stuk zalm. Het is echt wel heel debiel dat dat 35 euro kost, moet ik zeggen. Het gaat wel heel ver. Ik heb de bon ook niet. Oeps. De bon wel. Kan het zo duur zijn hier. Oh, materiaal ook nog. Duur, hè? Heel duur. Ja, dat is heel duur. Nou ja, nu ga ik denk ik even douchen, want ik voel me helemaal verwijt. Ik heb al super lang mijn haar niet gewassen. Gisteren dacht ik, ik ga scooteren, dus ik ga het niet wassen. Toen dacht ik vandaag, dus onverwachts ging ik dus ineens weg. En mijn broertje was helemaal niet de planning. Toen dacht ik, nou dan ga ik het ook niet wassen, want ik ga de hele dag fietsen. En het zit eigenlijk best wel leuk nog, maar ik ga het lekker of vanavond wassen of morgenochtend even kijken. Deze jurk is heel leuk. Ik heb mijn ouders ook nog gezien vandaag trouwens. Die vonden deze jurk ook heel mooi. Hij staat ook echt mooi. Ik moet meer van dit soort dingen dragen. Dit doet het zo goed voor mijn figuur. Toch net vanochtend wou ik een ander jurkje aan doen. En dan denk je meteen van, oh, die wijde dingen. Dan lijkt je veel voller. Zonde. Ik moet echt meer van dit soort dingen gaan dragen. Maar super lastig te vinden. Nou, douche chillen en ik zie jullie waarschijnlijk morgen. Zo, hallo jongens. Het is, oh, mijn camera is leeg. Het is 1 juni, dus de terrasjes zijn weer open. Ik plaats net een filmpje op Instagram. Het zit best wel, dat ga je niet zien, maar het zit best wel vol. Maar ik had geen zin om in mijn eentje daar te gaan zitten. Ik heb ook niet gereserveerd. Dus ik chill vandaag nog lekker in een parkje. Ik weet niet, ik hou ook heel erg van trouwens parkje gewoon hier in de speeltuin bij mijn huis. Ik hou ook gewoon heel erg van, ik hou van terrasjes, maar ik hou ook echt heel erg van parkjes. Dus, maar ik moet ook de horeca weer steunen. Dus ik ga deze week ook wel weer even het terras op hoor. En dit is trouwens de ene laatste mooie dag van deze week waarschijnlijk. Echt super jammer. Een ziek lekker toetje gehaald bij de bakker. Ik heb net een lactasepil ingenomen. Ik weet nog steeds niet of ik lactose intolerant ben. Kijk dit. Oh my god. Lekker. Goedemorgen, vandaag studiedag. Ik begin lekker rustig vanuit huis. Eitje aan het maken, twee grootste boterhammen van de bakker. Mosterd erop. Dan nu een plakje gerookte kip. Hier heb ik trouwens ijskoffie. Dan een stuk oude kaas erop. Daar gaat het eitje op en dan kan de kaas lekker smelten. Eitjes zijn niet heel goed gelukt. Van haar had ik altijd geleerd hoe je dus lekker ei kan maken. Maar ik heb geen lens in, dus ik zie niet zoveel. Eigenlijk is het een beetje veel dit. Dit soort dingen eet ik dan vaak in het weekend. Broodjes ei. Dan ben je ook wel wat later wakker. En ik merk dat ik nu echt iets heb van hoe ga ik nu twee hele broodjes met ei opeten. Met kaas en alles. Vet veel. Het is natuurlijk helemaal geen weekend. Het is net 9 uur geweest. Oh, het lijkt alsof ik dit niet schoonmaak, maar ik heb het net nog schoongemaakt, maar het ligt nu alweer vol. Oké, ik ga dit nu niet opkrijgen, maar eet ik later wel het andere broodje. Koud is het ook wel lekker. Oké, even een sappie. Ik heb van 4 dagen geen sap gemaakt om te kijken wat met mijn buik doet. Mijn buik is dus beter. Dus ik denk dat het misschien wat te veel suiker is of te veel gember. Dan ga ik even mijn wenkbrauw doen. Concealer en mascara en dan ga ik naar mijn werk. Ik heb mijn haar weer een beetje gekruld onder. En dat was het. Polly gaat in de kooi. Yes. En schat, je weet dat ik dan de kooi dicht doe, hè? Goed zo. Doei, liefie. Ik ben niet zo heel lang weg vandaag. Deze foto is zo leuk. Vandaag zou opa 81 zijn geworden. Lieve opa. Laatste dagje mooi weer. Wat een lekker weer, zeg. Ik ben ook vrijdag vrij. Kom bij ons. Hier is het heel gezellig. We hebben ook chips. Als er chips is, komt ze sowieso. Het is al bijna 5 uur. Het gaat super snel. Ik heb zoveel te doen. Boodschappen zijn er. Ga ik het weer allemaal filmen? Ja, hè? Jullie vinden het leuk. Ik film het even delen. Deze waren 2,5 prijs. Wraps. Want de groentewraps waren niet leverbaar. Ik wou spring rolls maken. Ze hadden alleen volkoren. Ik wil tonijnsalade maken. Appelsap. Voor het weekend. Ook voor het weekend. Ik wil graag mojito's gaan maken. Met suikersiroop en Bacardi en bruiswater en limoen en munt. Hier was ik heel benieuwd naar. Dit is karantentruis met koffie. Dit is voor bij de spring rolls. Elsterappels voor in het sap. Garnalen en surimi voor spring rolls. Heb ik nog nooit zelf gemaakt volgens mij. Tartaar voor mijn roerbakgerecht. Voor in de wraps. Spring rolls eet ik gewoon. Wraps. Asperges voor bij zalm.
heb ik gisteren gekocht. Roggebrood, eitjes, selderij voor bij de kip. Wraps voor bij de kip wraps. Kip wraps, cocktails, van alles. Spring rolls. Ik hoorde dat deze vegan is. Tomaatjes. Dan ga ik de weekvlog hier maar weer door middel hakken en hem afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Dat je gezellig even een reactie achterlaat. Je duimpje omhoog doet als je hem leuk vond. En ik hoop je te zien op mijn Instagram. Laagstreepje, Charlotte Blitzbloem, laagstreepje. Of weer bij de volgende vlog. Doei!